Wat is je ervaring van de afgelopen dagen? De ervaring, nou, voor mij is het sowieso de eerste keer dat ik zelf als bezoeker, ik heb nog nooit als bezoeker het Materiaal District bezocht. Als exposant bedoel je? Nog nooit als bezoeker en dus ook niet als exposant. Okay. Excuus. Dus beide. En dus voor mij is het een totaal nieuwe ervaring. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik zeer positief gestemd ben. Enerzijds over de opzet, de kwaliteit, maar ook over de reacties van de bezoekers. Dus met één woord grandioos. Wat laat je zien hier? Wat ik laat zien is het merk Donar. Een bedrijf die zeg maar sustainability in het hart van het bedrijf heeft staan. Dus zij willen met name producten maken van afval. En dus ook de kennis die zij opgedaan hebben delen met de markt. En het type bezoeker aan je stand, wat kan je daarover vertellen? Heel divers. Dus als ik kijk naar de gesprekken die ik gevoerd heb, zijn dat architecten, interieurarchitecten. Het zijn designers, zelfs fabrikanten. Ook uit de Nederlandse woningmeubelindustrie. Die dus op een of andere manier al met sustainability in aanraking gekomen zijn. En dus ook benieuwd zijn naar de ontwikkeling en mogelijkheden daarin. Nu een moeilijke vraag. Als je nou één woord zou mogen kiezen wat omschrijft hoe jouw ervaring is van de afgelopen dagen. Welk woord zou dat zijn? Toekomstbestendig.